Een van de hoofdpersonen in de speech van de koning was Jules Schelvis, overlevende van maar liefst 7 vernietigings- en concentratiekampen. Hoe voelde die ultieme onvrijheid? Er is 1 getuigenis die ik nooit zal vergeten. Een kleine man met heldere ogen, 4 rechtop met zijn 93 jaar, vertelde ons het verhaal van zijn reis naar Sobibor in juni 1943. Zijn naam was Jules Schelvis. Daar stond hij, breekbaar maar ongebroken, in een volle, muisstille kerk. Hij sprak over het vervoer met 62 mensen in 1 veewagon. Over de ton op de kale vloer. Ja. Wie was die man die zo verpletterende indruk maakte op onze koning? Dat is iemand die van Joodse afkomst. En die was met, in 43 met zijn vrouw en schoonouders is die opgepakt. Naar Westerbork afgevoerd. En vandaar naar Sobibor. Daar is hij zijn vrouw en zijn schoonouders verloren. Hij zelf heeft vervolgens in 7 verschillende kampen gezeten. En keerde terug in april, geloof ik, 45. Met, met natuurlijk ja, een herinnering die verschrikkelijk is. Vervolgens is hij er ook over gaan schrijven. Ik geloof dat hij in 2016 overleden is. Nou, de majesteit vertelt, de koning vertelt dat hij hem dus ontmoet heeft en dat het verhaal enorme indruk op hem gemaakt heeft. Het moet voor de familie ook bijzonder zijn. Ja. En begreep dat zij daar ook door verrast werden. Ja, dat las ik. Als u nou terugblikt op gisteren in vergelijking met andere jaren, denkt u dat we in deze tijd dan toch op een bepaalde manier dichter bij elkaar staan? Ik heb het gisteren zo omschreven. Ik zat net als iedereen thuis. Normaal sta ik ook op de Dam, ben ik erbij in het Nieuwe Kerk. Ik vond trouwens het verhaal van Gunberg ook een heel, heel goed verhaal. Maar dan ben ik erbij. Nu was ik met mijn vrouw samen thuis. En tegelijkertijd heb ik me ook heel sterk verbonden gevoeld met die Dam. Met mensen die er waren. Ik ben ook gaan staan. Wilhelmus meegezongen. 2 minuten stilte gehouden daarvoor. Het was alsof ik er was, maar ik was er niet. Maar die beelden waren zo indringend. En nou ja, het verhaal dat we hoorden was indrukwekkend. Ja, verbondenheid dus. Absoluut. Ik denk dat heel veel mensen dat zo gevoeld hebben. Waar veel mensen ook over praten. Herkent u dat gevoel? Ja, ik merk dat in mijn omgeving. Ook alleen al bijvoorbeeld hoeveel extra vlaggen ik in mijn omgeving zie. De behoefte voor mensen om, nu er heel weinig kan, juist op die manier te laten zien dat je met elkaar iets doet. Dus dat vind ik wel opvallend. Ik denk dat, en ik hoop dat ook, dat dat gewoon ook wat blijft hangen. Dat wij ook gewoon, zonder er heel ingewikkeld over te doen, gewoon kunnen laten zien, dit is gewoon Nederland. Hartstikke goed en iedereen hoort erbij. Ja.